Opera-zangeres Francis van Broekhuizen, 48... heeft met haar boek bij Twijfel zingen niet alleen lovende reacties ontvangen... maar ze kondigt nu ook haar tweede boek aan dat deze herfst zal verschijnen. In dit nieuwe werk duikt ze dieper in de wereld van opera... en onthult ze de achterkant van het toneel. De operawereld is fascinerend en dynamisch... vergelijkbaar met de showbiz-wereld waarin drama en menselijke interactie centraal staan... vertelt Francis aan Story. Voor lezers die mijn eerste boek hebben genoten... Zal dit zeker interessant zijn? Er gebeurt zoveel achter de schermen, relaties en soms ook grensoverschrijdende situaties zijn geen uitzondering. De Hekje MeToo-beweging heeft ook de opera niet ongemoeid gelaten. In de afgelopen jaren zijn verschillende zangers en dirigenten beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, merkt Francis op. Zelfs iconen zoals Placido Domingo en James Levine zijn betrokken geweest bij schandalen die hun carrières hebben beïnvloed. Gelukkig is Francis zelf gespaard gebleven van dergelijke ervaringen, dankzij een combinatie van geluk en haar eigen vastberadenheid. Niemand heeft ooit geprobeerd mij te benaderen op een ongepaste manier. En als ze het wel zouden proberen, zou ik ze zonder aarzeling een lesje leren, benadrukt ze. MeToo gaat niet alleen over seks, maar vooral over machtsmisbruik. In een wereld waarin onzekerheid en competitie heersen, is het belangrijk om je grenzen te kennen en te respecteren. Met haar nieuwe boek hoopt Frances niet alleen een inkijkje te geven in haar eigen ervaringen, maar ook een breder gesprek op gang te brengen over ethiek en respect in de kunstwereld. Het is tijd dat we openlijk praten over de uitdagingen en de schoonheid van het operaleven. Besluit ze.